In deze film aandacht voor het synchroniseren van beelden. Het wil wel eens voorkomen dat je na een dag fotograferen thuiskomt met tientallen of misschien wel honderden of zelfs duizenden foto's die je allemaal moet gaan bewerken. En ga je dat stuk voor stuk doen, dan is dat een heel tijdrovend kabij. Nou, gelukkig kan dat ook anders in Lightroom en ik ga je in deze film laten zien hoe. Ik heb hier 13 foto's. En deze 13 foto's zijn niet allemaal hetzelfde. Ik heb bijvoorbeeld de laatste twee foto's. Die zijn anders belicht dan de eerste zes. En ook de middelste vijf zijn anders belicht. Ik kan natuurlijk technisch gezien die foto's met elkaar synchroniseren. Maar je zult begrijpen dat de uitkomst daarvan dat die dus niet goed is. Dus het heeft eigenlijk weinig zin. Wat ga ik doen? Ik ga in dit geval de eerste vijf foto's met elkaar synchroniseren. En dat doe ik door ze om te beginnen eens alle vijf te selecteren. Je kunt er op eentje klikken. En dan zie je dat hij lichtgrijs oplicht in dit geval. En hou je de ctrl ingedrukt, dan zie je dat ik er nog twee bij selecteer. En als ik de shift ingedrukt hou en ik selecteer de laatste foto, dan pakt hij alle foto's daartussen in. Dus ik, ik doe het nog een keer. Als ik de eerste foto selecteer en ik hou de shift ingedrukt en ik druk op nummer 5, dan pakt hij ook 2, 3 en 4. Nou, en in dit geval zijn dit de vijf foto's waarmee ik aan de slag wil. En ik ga naar de ontwikkelmodule. Je ziet, ik krijg de eerste foto voor mijn neus. En je ziet ze onderin de filmstrip al staan. De vijf foto's zijn geselecteerd. Ze zijn alle vijf lichter grijs dan de andere foto's. Alleen de foto waar ik op dit moment naar kijk, is nog net iets anders van kleur dan de andere vier. En dat betekent dat deze foto de foto is waarmee ik ga werken. Ga ik binnen mijn selectie op een andere foto staan, dan zie je dat die net iets lichter wordt. En dat maakt in dit geval vrij weinig uit. Ik ga gewoon met deze foto aan de slag. Ik ga deze foto dus bewerken en ik wil in dezelfde tijd dat mijn andere vier foto's ook die instellingen meekrijgen. En dat doe je hieronder door synchroniseren aan te klikken. Wanneer je daarop klikt, dan gaat het woordje van synchroniseren naar automatisch synchroniseren. En dat betekent dat alle wijzigingen die ik nu aan deze foto doe, dat die automatisch meegaan op de andere vier foto's. En dat was eigenlijk wel gewoon hetgene waarin we heel erg geïnteresseerd zijn. En als ik bijvoorbeeld de belichting even helemaal dicht schuif, dan zie je gewoon dat mijn andere vier foto's dat dus ook doen. Dus je ziet dat die synchronisatie er gewoon helemaal is. En ik ga gewoon even een paar kleine bewerkingen doen. Bewerkingen waarvan ik denk van hé, hey, dit is wel grappig op de foto. En ik ga het hier gewoon eventjes bij laten. Je ziet, mijn foto is dus gewoon aangepast naar mijn eigen smaak. En je ziet dat mijn andere vier foto's ook mee zijn aangepast. Kijk maar eens gewoon. Dit was de eerste. Daar heb ik de belichting op 0.49 staan in het negatieve dan. En als ik een vierde foto aanklik, dan zie je dat daar die belichting eigenlijk gewoon identiek is. Nou, dat is één manier om foto's uh, met elkaar te synchroniseren. Houd dus wel in dat je van tevoren alle foto's even moet selecteren. Maar wat nu als je gewoon één foto hebt geselecteerd? Dan heb je helemaal geen optie tot synchroniseren. En dat klopt ook wel. Uh, want er is maar één foto. Dus ja, je kunt niet synchroniseren met iets wat er niet is. En ook hier ga ik een heel klein beetje bewerken. Gewoon nagelang mijn eigen smaak. Ik stel voor dat ik het zo laat. Maar foto nummer 2 in deze serie is nog gewoon origineel. Net als nummer 3 en nummer 4. Maar die wil ik dezelfde belichting geven als deze serie. En dat is weer heel simpel. Ik selecteer gewoon weer de foto's waar het over gaat. En dat kan ik doen door Ctrl ingedrukt te houden. Of, als de eerste geselecteerd is, de Shift ingedrukt te houden en op de laatste te klikken. En dan zijn ze allemaal geselecteerd. Ik kan nu binnen mijn selectie van vijf foto's nog steeds gewoon van links naar rechts gaan. Maar het is even belangrijk dat je dus gewoon op de foto gaat staan die jij hebt bepaald zoals die moet worden. En vervolgens zorg je dat dit is uitgevinkt en heb je het woordje synchroniseren staan. En als je daarop klikt dan krijg je een menu tevoorschijn. En in dit menu staan alle opties in Lightroom die jij kunt doen. En die jij dus ook kunt synchroniseren met andere dingen. Ik heb bij deze foto bijvoorbeeld de standaard tinten veranderd. En ik heb ook wat vignet toegevoegd. In dit geval, de rest kan ook wel gewoon aan blijven staan, maar je kunt hier dus nog gewoon een klein beetje mee schipperen. En ik druk op synchroniseren. En je ziet gewoon, hop, onderin, mijn foto's worden ook gewoon aangepast. En ze krijgen allemaal dezelfde stijl als de eerste foto. En zo eenvoudig is het dus om één foto te bewerken en die door te kopiëren naar de rest van, uh, van je fotocollectie. Of alle foto's in één keer aan te passen en ze gewoon in één keer allemaal mee te nemen, zoals dat ik bij de eerste vijf foto's heb laten zien. Voor nu weer bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!